Hoe is het om te leven vlakbij een grote bron van overlast of vervuiling? Deze zomer maken we een serie over mensen die onder de rook van leven. Vandaag onder de rook van een asfaltcentrale. Want terwijl de maatschappij steeds meer wil vergroenen en verduurzamen, komen er bij het recyclen van asfalt veel gevaarlijke stoffen vrij, zoals het kankerverwekkende benzeen. 10 jaar geleden zijn we begonnen met dit ontwikkelen en we wonen er nu ongeveer 3 jaar. We hebben het zelf laten bouwen, samen met onze buren. Helemaal duurzaam, ecologisch, nul op de meter. Nu we ook ons eigen afvalwater zuiveren, proberen we echt zo min mogelijk de natuur te belasten. Het is een oude wijk waar ze veel gesloopt hebben en waar ze eigenlijk een nieuwe woonbestemming aan gegeven hebben. Een oude wijk met een nieuwe bestemming, zeg maar recyclen dus. En dat doen ze in de nabijgelegen asfaltcentrale ook. Van oud asfalt nieuw asfalt maken. Het is hier heel groen, maar het nadeel is dat wij heel dichtbij een zeer vervuilend industrieterrein wonen. En daar staat een asfaltcentrale waar wij heel veel last van hebben. Als de windrichting deze kant op is, dan staat de asfaltcentrale met zijn zeer vervuilende rook volle bak deze kant op te draaien. Dat is heel penetrant en dat gaat echt overal zitten. Ik heb daar gewoon ook gezondheidsklachten van. Zoals? Last van je luchtwegen, prikkelende ogen, een beetje keelpijn, hoofdpijn ook vooral heel erg. Dit is asfalt dat van de weg komt en wat weer hergebruikt wordt in nieuw asfalt. Dus echt oud asfalt hebben wij niet, want we gaan het elke keer weer gebruiken in Nederland. Van de 29 asfaltcentrales in Nederland zijn er 8 van het bedrijf Asfalt Nu. De directeur staat ons te woord in Bergen op Zoom, waar de fabriek, net als in Den Bosch, meer schadelijke stoffen uitstoot dan is toegestaan. In deze trommel zit een hele grote vlam die verwarmt de stenen. En daar komt heel veel warmte bij vrij en dat voelen we overal in de installatie. Bij de recycling van asfalt, dus bij dat oude asfalt weer opnieuw verwarmen, daar ontstaan wat emissies in die trommel. Daar komt die benzeen vrij. En door die temperatuur laag te houden, blijkt bij een lagere temperatuur dat er minder benzeen bij vrij komt. Dus we proberen dat zo laag mogelijk te houden. Benzeen is een vluchtige koolwaterstof met een geur. Op het moment dat we over de weg rijden, zeg maar, dan zien we alle voordelen van asfalt. Dan komt het niet vrij. Je ruikt het ook niet, maar op het moment dat je het echt flink gaat opstoken, dan komt het vrij. Nou, op het etiket staat dus de naam benzeen. Hieronder staan er 3 symbolen. Het is ontvlambaar, het is brandgevaarlijk. Het is irriterend, dat is het uitroepteken. En dan het middelste symbool is dat het in het lichaam een effect kan geven. In dit geval staat dat voor het mogelijke kankerrisico wat rol kan spelen. En als het lukt, dan kan ik samen met mijn vriendjes kijken mooie vormen vliegen. Maak je je zorgen over de gezondheid ook van je kindje? Ja, daar maak ik mij zorgen over. Ja. Zeker omdat ik weet dat die stoffen bij kleine kinderen veel meer impact hebben dan bij volwassenen. Bij lage concentraties, gedurende lange tot zeer lange tijd, is er een toename in het risico voor mensen die worden blootgesteld in het optreden van een bepaalde vorm van kanker. Dat is dan bloedkanker, ook wel bekend als leukemie. En er zijn verschillende vormen van, waarvan bewezen is, de WHO heeft daar ook een lijst, er staat benzeen op de lijst van stoffen die leukemie kunnen veroorzaken. Had je het niet kunnen zien aankomen, want jullie hebben hier zelf gebouwd en die fabriek staat er al een tijdje? Ja, nee, want dit is niet echt iets wat op het moment dat je deze grond koopt van de gemeente in de bijsluiter staat. En dat is ook wel een verandering die plaats heeft gevonden, omdat vanwege de verduurzaming van asfalt wordt er steeds meer gerecycled. En juist die circulariteit, dus het recyclen, ja, dat maakt dat er heel veel vervuilende uitstoot is. De normen voor die uitstoot zijn de afgelopen jaren verlaagd. Vroeger mocht dat nog 5 milligram benzeen per kubieke meter bevatten, nu nog maar 1 milligram. De laatste meting geeft dat ze 10,5 keer boven de norm zitten met hun benzeen en vele malen hoger met hun PAX. Het zijn zeer vervuilende, kankerverwekkende stoffen. De norm aan de pijp die wordt inderdaad enigszins overschreden. Op leefniveau, uit modelberekeningen, maar ook uit metingen blijkt dat daar de norm niet overschreden wordt. Maakt mij niet uit dat mensen zeggen, ja, maar jullie wonen daar en op leefniveau valt het allemaal wel mee. Het gaat mij erom, zij hebben zich aan de wet te houden en ze houden zich niet aan de wet. Ook in Nijmegen staat een asfaltcentrale. De gemeente was van plan om een ontheffing te verlenen, zodat die fabriek 5 keer meer uit zou mogen stoten dan de norm. Maar dat stuitte op verzet van de wijk en de naastgelegen school.
Dit is een groen MBO. Qua profielen dan is het vooral het echte groen, dus tuin en landschap en hoveniers. Opleiding op het terrein van dier, moet je bijvoorbeeld denken aan dierenartsassistenten. En nog wat kleinere opleidingen. En het is een gek contrast. De voorkant zie je vieze, zware industrie, categorie 4. En soms ook van die zwarte walmen. En aan deze kant, de achterkant, is het mooi groen. Dus ja, dat is bijzonder. Wat merkt u van de buurman? Nou, soms niks. Op de goede dagen. En als de wind verkeerd staat, dan zitten we gewoon in de stank. En die stank die varieert, maar het doet aan asfalt denken of aan olieachtige chemicaliën. En dat is gewoon vies. We waren het van plan om hier een tweede school bij te bouwen. Eigenlijk een combinatieschool te maken. En die plannen die hebben we afgeschoten. Misschien wat laat. Maar het idee dat die uitstoot en die industrie blijft zoals die is de komende 10 à 20 jaar. Dat maakt toch wel dat we hier weg willen. Bij de asfaltcentrale in Bergen op Zoom wordt geëxperimenteerd met mogelijke oplossingen voor het benzeenprobleem. Dit is een pilotinstallatie voor een actief koolfilter. Daar leiden we de afgassen doorheen. Wij meten nu voor en achter dat filter wat het effect daarvan is. We zien nu dat een heel goed resultaat heeft. We zijn nu bezig met het opschalen naar een installatie die full scale is, die voor de hele installatie zijn werk kan doen. Het probleem is gewoon veel complexer dan je misschien zou verwachten van buitenaf. Het is echt, echt complex. We willen het echt heel graag oplossen, maar we hebben daar gewoon tijd voor nodig. Nee, op dit moment voldoen we hier niet aan de norm voor de uitstoot van benzeen. Daar worden we ook op gecontroleerd, daar worden we ook op gehandhaafd. Je zegt dat zo simpel, daar worden we ook op gehandhaafd. Dat betekent in de praktijk, u krijgt boetes en die betaalt u. Wij kunnen boetes krijgen, hier hebben we ook al een boete gehad en ja, die zullen we dan moeten betalen. Maar waarom stopt het proces dan niet tot het moment dat het binnen de normen kan? Ja, we hebben in Nederland natuurlijk ondertussen ook gewoon te maken met vernieuwing van snelwegen. We willen allemaal, we zullen ook nieuw asfalt moeten aanleggen om het onderhoud te doen van onze snelwegen. Dus ja, alle installaties in Nederland stilleggen, geen asfalt meer maken, dat is ook geen oplossing. En is ook niet proportioneel. Coco gluurt naar beneden. Wat is het hoog? Ze drukt haar vleugels plat op haar. Nou zijn er mensen die zeggen, dit is de prijs die we moeten betalen voor een duurzame, circulaire economie. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Zij houden zich niet aan de regels, ze houden zich niet aan de wet. En als ik mij als burger niet aan de wet houd, dan staat er nu meteen iemand om te handhaven. Dan kan ik, wat ik ook aan het doen ben, nu stilleggen. En voor mij staat dit symbool voor waar het misgaat in onze democratie. Het feit dat bedrijven ruimte krijgen, er gedoogd wordt dat zij zich niet aan de wet houden. En terwijl wij ons als burgers continu aan de wet moeten houden. En de overheid is er om ons burgers te beschermen. En niet dit soort bedrijven. De asfaltcentrales zijn nu druk in overleg met de milieudiensten over hoe ze hun productieprocessen kunnen aanpassen. Hoe lang de industrie nodig heeft om aan de norm te voldoen, is niet duidelijk.